Hey, leuk dat je er bent. Vandaag ga ik Fortnite spelen. Ja, ik heb een trumpet op. Ja, het is een buckethead. Ja, er staat Make America Great Again. Nee, ik support niet Trump. Trump is wel cool. 1 duimpje is 1 Trump. We gaan het wel even met kijkers proberen. Hey, er is er al één gejoind. Er staat trouwens, zie je letterlijk. Nieuw game mode available. Of nieuw mode available. Game mode. Shooting test in stick 1. Wauw. We hebben een squad. We zijn ready. Oké. We gaan de update dus nu proberen. En ja. Ik ben zeker benieuwd wat voor update het is. Er staat iets met een soort van test game mode is het. Oftewel, het is niet echt een game mode waarvan je denkt, wow, er is allemaal nieuwe dingen. Boep, 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 weet je. Maar het is een test game mode. Er staat letterlijk nieuw game mode. Shooting test heet hij volgens mij. Gewoon exact dat. Of shooting test 1, zoiets. Zo weird. En that's it. So, ik ben behoorlijk benieuwd of het nou echt gewoon nieuw is, het schieten. Of het anders is. Is het different of zo? Wat happened? Wat heeft Fortnite gedaan? Hebben jullie iets goed schiet anders gemaakt? En dan lijkt nu. Oh no! Waaro? Oh jee. Oh no! Oh no! Hoppakee. Revive de teammate. Revive de teammate. Oké. Oké, teammates gaan die 5, we hebben een kill. Hoppakaas! Clean als een baas. Wat een coole zin was dat. Dat is wat alle coole kinderen tegenwoordig zeggen, jongens. Geloof me maar. Trust me. Ik ben een dokter. Stiekem. Ik laat hem dat ik YouTube doe. En school en zo. Nee, doen wij niet aan. Wij zijn doktoren. Jotem. Die zeggen verder looten. Maar goed, ik weet nou niet precies wat er anders was. Ik schoot net, maar... I don't know, was er iets anders? Ja, het is heel lastig om op te letten hoor, tijdens het schieten, zeg maar, als in opletten op je crosshair, terwijl je gewoon gefocust bent om hem te killen. Jongen, je hebt niks nieuws. Stomme updates, stomme shooting test. Oh nee, oh thank god, ik kan het zeggen. We willen die nog hebben. Want we willen dit doen. Jotten! Een shield potion! Oh, wat leuk! Wat leuk, jongens. We zijn niet de enige, denk ik, jongens. Nee, ik denk het. Maar waar is iedereen? Dat is de question. Van Sebastian. Shout-out naar Sebastian. Ik weet niet of je Sebastian heet, meneer de kijker. Maar shout-out naar jou. Hallo. Nou, waar gaan we heen? Is er geen kist? Oh, een trap. Die wil ik. Ik kan niet bouwen. Wauw. Wauw! Oké. Ik ga deze twee huizen looten. Jongens, ik weet niet precies wat er anders is aan de update. Kijk, misschien het aim of zo. Dat je gaat rennen, dat hij groot wordt. Ik weet niet of dat al was. Daar heb ik nooit op gelet. Dus kom het maar even. Als je wel, zeg maar, weet wat er nou precies... Het is niet nieuw. Het is niet een update waarvan je moet denken van... Hey, dit is voor je lol, Max. Letterlijk leuk. Maar een leuke nieuwe update, weet je. Nee, het is een... developers update waarschijnlijk, oftewel gewoon voor developers om te zien, is dit een beetje hoe we het gedaan hebben, is het leuk of hoe zit het? Je kunt nou wel kunnen naar de cirkel misschien. De cirkel? Oh ja. Dat is een hele goeie. Moet inderdaad naar de cirkel toe. Of het is wel een joy update en ik ben gewoon retarded en ik weet trouwens gewoon echt totaal niet wat er allemaal aan de hand is. Dus kan ook, kan uiteraard ook. Maar ik denk het niet, to be honest. Dus we gaan nu steeds kijken. Ja! Wat vind jij van de nieuwe update? Ik weet niet, wat is het precies? Met die minigun. Oh, de minigun. Ja, nee, die minigun zelf vind ik wel dope. Maar ik bedoel, omdat we nu deze game mode... Het is een nieuwe game mode wat we nu doen. Maar het is niet echt heel anders aan iets wat er staat, zeg maar. Dus ik heb er geen idee wat er aan het is, jongens. Wat de nieuwe update is. Comment het down below als je exact weet wat het is. Een sniper shooting next. Wee. Maxi, als je denkt, Max, je speelt helemaal geen nieuwe updates of nieuwe game mode. Doe ik wel. Niet stom. Mijn trumpetje is de bom. Het ruimt. Oké, ik ben echt benieuwd of we een beetje ver komen. Want ja, ik heb wel een kill nu heel mooi. Jotsemachtig. Maar je moet natuurlijk wel verder komen. Ik word helemaal gek van dit ding. Mijn trumpetje is wel echt cool, jongens. Ik ben echt trots erop dat ik hem gekocht heb. Het duurde 2 weken voordat ik hem binnen kreeg. Maar ik heb hem. Hij is zo cool. Ik ga hem gewoon ergens ophangen. Gewoon...
inlijst of zo. I don't know. Hij is zo cool. Nee, grap. Ik ga hem wel vaak opdoen. Ik ga hem een keer naar school opdoen. En ik wil kijken hoeveel mensen echt raam aan gaan kijken. Maar Max, wat doe je nou? Support ik Trump? Nee! Trump is slecht. Niet doen. Wee. Maar ja, maakt niet uit. Oké, jongens. Ik weet niet waar we heen gaan, maar we zijn in ieder geval in de cirkel. Inderdaad. Inderdaad. Ik trouwens, als je vraagt van, hé, waarom praat ze dan pas zo? Omdat ik ga naar Salty Springs. Zeg maar niet net in de voice chat. Ik kan alleen via het Fortnite zelf praten. Met Q inhouden. Oui. Eigenlijk V, maar het is naar Q veranderd. Dat heb ik naar Q veranderd. Ik denk dat die wel mensen zijn, to be honest. Ja, ik zie Daro. Op E zie ik mensen lopen. We gaan erop af. Hell yeah. En rechts van ons ook. Wat doen we? Rechts of die op E? Kies maar. Ah, we doen wel op die op E. Is wel leuker. En veel dichterbij. Oké, jongens. We hebben een actie. Are you all ready for some action? Want we gaan dit fixen met de stickrixen. Kiksen. Kijk daar. Oh. Hij heeft ons gezien, denk ik. Ze zijn nu links van ons. Daar, oh. Ze gaan nu de dingen zien. Kom, pak ze, pak ze. Hebben mij gezien? Ik zie ze. Oh, ik had er bijna. Oh, ik moet reloaden. Oh boy. Oké, dat is één. Ik heb er één. Ik ga hem clearen. Achter jullie. Ze zijn slecht voor het universum. Ah nee. Oh nee. Oh nee. Bij mij achter de bom. Hij schiet nu. Ah, oh, net iets te laat, sorry. Ik heb hem wel, maar ik was net iets te laat. Ah, ik blijf gewoon kijken. Goed genoeg, inderdaad. Oké. Oké, we gaan looten. We hebben ze gekillt. Allebei. Alleen net iets te laat voor onze teammates om protected te zijn. Dankjewel. Dus we gaan even snel deze nemen. En we gaan die pakken. Kunnen we nog meer hebben. Granaten. Oh boy, niet de granaten. Bedoel ik. Huh? Wat heb ik nou gedropt? Oh, mijn shotgun. Nee. Huh? Ik ben nu heel confused. Oh, ik zie het al. Kijk zo. Hoppakee. En dan... Zo. There we go. Oké. Dan gaan we hier nog, ga ik deze guy nog even looten. Ik had hier ook iemand gekillt. Kijk, hij had ook goede loot. Jotum. Die hoef ik niet, shitpistol. Oké, we gaan naar die andere guys toe, kom. We gaan ze proberen te pakken. Oké. Het gaat op zich wel goed, maar volgens mij is er niet echt iets nieuws aan de shooting iets. Dus ik weet het zelf allemaal niet. Of het is, het heet shooting test, dus ik neem aan dat het een update is voor de developers. Gewoon. Een soort van, by the way, niet helemaal, maar... Om te testen. En niet een serieuze update. Maar you'll never know. You never know, I guess. We gaan hierheen. Want we moeten de cirkel een beetje volgen. Maar ik gok dat zij ongeveer hier zijn. Want kijk, hier is ook gebouwd. Hallo? Oh, nou, daar zijn ze niet meer in ieder geval. Dan zouden ze hier ergens moeten zijn. Die guys kwamen hier vandaan. Die kwamen zeg maar daar vandaan ergens. Daar. Max, tot hoe lang duurt... Allee, tot wanneer ga je opnemen? Allee, hoe lang ga je nog opnemen? Dus het enige... Oh, wacht. In de blauwe... Ik bedoel, tot hoe lang, maar... Kijk, zo even wachten, maar eerst hoor. Te winnen. Wat? Wow, wat zijn we? Van achter. Minigun. Oh boy. We werden van achter gepakt. Wauw, ik had het niet eens door. Half acht? Ik had niet eens door dat we van achter... Ja, mijn teammate is dead. Ik sacrifice voor de greater good. Ze zijn een goede teammate. Ik werd er van achter gepakt, dat is dus het punt. Ik sacrifice voor teammates ook om gewoon run revive, maar... Het is een trap en ik hou niet van traps. Dit is ook een trap. Oké. Doe het zo. Oké. Rip teammate. Wij rennen door. Teammate was een good sacrifice. Oké, goed genoeg. Ik heb alles gemist. Oh boy, ik ben nu alleen in een squad potje. Ja, dit is not good. Nope, not good. Not good at all. Hallo. Ik plaats gewoon overal een beetje traps hier en daar. Hopen dat het goed komt. Ik denk het niet, to be honest. Ik denk niet dat we dit zo snel nog gaan winnen. Zo 1, 2, 3. Maar we houden de hoop erin, dus we kunnen dit wel winnen, Max. Kom op, niet zo degraderend doen. Dit is winbaar. Wee. Oh jee, ik vind het spannend, jongens. Oh jee. Maar ik zie ze ook niet meer, die guys. Fuck, wat lag daar? Ah, shield pose volgens mij, kut. Heb ik die nou serieus gemist? Oh, dat is lame. Lame.
Ah, die. Lame. Maar waar zijn die guys? Hè? Ik heb ook gewoon geen idee waar ze zijn nu. Ik weet het niet, jongens. Oh mijn god. Oh, hallo. Pas op. There we go. Maar hier, we gaan gewoon lekker helemaal naar de cirkel toe rennen. Aangezien het nog een behoorlijk stukje rennen is. En zij toch mijn kant op moeten komen. Maar, weet je. En zij hebben minigun, dus ik wil ze eigenlijk ook niet confronteren. Want ja, minigun is een beetje OP. Beetje. Dus ik ga ze straks proberen te backstabben. How about that? How about that? Backstab, ja. How about that? It's gonna be good. It's gonna be great. En we hebben nog meemelk nodig. Maar ik zie ze ook niet, hè. Of ik ben blind, dat jullie ze wel zien. Max! Op zoveel punten, seconden, zoveel. Liepen ze gewoon, ja, blinde apri. Oh, shield potion. Hell yeah. Hell yeah, boys. Snel nemen, want de cirkel is coming. Oh jee, oh, kan je gewoon erin kijken staan. Hoppakee. Betekent dat het unlooted is, want wie laat er nou een fucking shield potion liggen? Oh jee, neem maar. En dan kijken of het geloot is. Goed genoeg geloot voor mij hier rennen. Oh jee. Oh jee, oh nee, ik kom bij fucking retail. Ik haat retail. Retail shit. Ik ben veel sneller dan de cirkel. Nou, veel sneller, ongeveer even snel. Maar ja, ik wil toch afstand van die cirkel houden. Want stel ik voor geambushed, wordt geambushed. Dat ik dan niet doen ben, doen to die. En ik heb mijn dode teammates die me toeschouwen. Dus ik moet ze niet teleurstellen. Ik moet winnen voor ze. Ik mag ze niet teleurstellen. En deze nieuwe game mode. Ik snap nog steeds niet wat, zeg maar, de bedoeling is ervan. Wat er nou nieuw is. Of ik, weet je, het kan zijn dat toen ik mensen gekild heb, dat er iets met mijn crosshair gebeurde ofzo. I don't know. Alleen, dat zie ik op dat moment niet. Dus ik ga het gewoon terugkijken. Of het een beetje apart is. En anders, ja, anders zien we het wel. Ik zie het wel. Jullie zouden het al gelijk gezien hebben. Zo, Max, ben je blind of zo? Crosshair was gewoon anders. En als het niet zo is, dan heb je geen idee waar ik het nu over heb. Dus ja, we zien het eigenlijk allemaal wel. Ik ben een beetje aan het durpen. Maar maakt niet uit. Het kan allemaal gebeuren. Jezus, waar gaat die cirkel helemaal heen, jongen? Goedemorgen, ik moet alleen maar rennen. Hier kan ik wel een beetje looten, dan. I hope. Ja, sure. Hell yeah. In plaats van de shitty grenades hebben we nu gewoon normale shield potions. Ah, mini shield potions. Zit? Is dat? Oh, dat is... Wow, dat ging veel licht. Wat de hel? Ik krijg al koude handen, jongen. Ik heb korte mouwen aan. Jongen, streamproblemen. Foei. Oh ja. Ik heb ook genoeg materials. Als ik nu een goede Fortnite-speler zou zijn, had ik best wel een goede kans om te winnen. Maar trouwens, een speler squad zou... I don't know. It's a risky biscuit, you know. Kijk, hier wordt gebouwd. Kijk! Actie! Tijd om dood te gaan, jongens. En dan heb ik het over mezelf. Het is eindelijk tijd om het potje te eindigen. En ik kut video te eindigen. Nee, grapje. We gaan gewoon even kijken wat we kunnen proberen. 9 van de 10 keer gaan we dit moment dood. Als je zo de outro muziek al aan hoort komen tijdens het battelen, dan weet je, oh nee, Max gaat dood. En dan kan je zeggen van, hahaha. Max ging dood omdat ik de outro muziek al hoorde. Ik wist het al. Haha, hashtag spoilery. En anders, als je geen outro muziek hoort, dan weet je dat ik gewoon win. Dus we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Hallo? Kijk. Daar loopt hij. We gaan hem chasen. Oh boy. Kleine kans dat het goed gaat. Het is een grote kans om fout te gaan. Oh boy, we laten het zijn. Kijk.